uitwerking van de oefentoets. Je cijfer kun je uitrekenen door het aantal punten te delen door 41 keer 9 en dan 1 erbij te doen voor HAVO 2. We zien een stroboscopische foto. De frequentie is 5 hertz, dan is de tijd tussen de flitsen 1/5 seconde, 0,2 seconde. En de hele beweging duurt dan, dit is de tijdstip 0, die eerste, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 seconde, dus niet 0,8 seconde. Of tel de auto's en dan min 1 en dan keer je tijd. Hier deel je door 3,6 en bij deze om kilometer per uur te maken van meter per seconde, keer 3,6. Bij de triathlon wordt gevraagd de afzonderlijke snelheid apart uit te rekenen. Dat kun je hier zien. Overal 1 punt. En dan is de gemiddelde snelheid voor de hele triathlon niet deze plus deze plus deze gedeeld door 3. Want de tijden variëren. Dan mag je dat dus niet doen. Maar wat je wel moet doen is de totale afstand delen door de totale tijd. En dan is dit de gemiddelde snelheid van de hele triathlon. 2 punten. We zien hier een constante snelheid, oftewel een eenparige beweging, want per tijd legt hij evenveel afstand af, namelijk na 1 seconde 1,5 meter en dan weer. Dus de snelheid is 1,5 meter per seconde en 1 kilometer per uur doe je hem keer 3,6, 5,4 kilometer per uur. Hoeveel afstand legt de auto af na 20 minuten? Nou, let op, 20 minuten is niet 0,2 uur, maar 20 van de 60, 0,33 uur. Dan is S V gemiddeld keer T. Afstand is de gemiddelde snelheid keer de tijd. Dan kom je uit op 30 kilometer. 3 punten. De gemiddelde snelheid bij de estafette is 400 meter gedeeld door 36,84. Dat is 10,9 meter per seconde. Nou, je moet een kilometer per uur, dus je moet een keer 3,6 doen. En bij 7A... is de gemiddelde snelheid van Bolt op de 100 meter 10,44 keer 3,6, 37,58 kilometer per uur. En dat is, vreemd genoeg, langzamer dan met de andere samen, terwijl hij dus de snelste is. En dat komt omdat ze een vliegende start hebben bij de estafette. Dus de nummer 2 mag al gaan rennen voordat hij het stokje aanneemt. Anders wordt hij omver gerend. Hoe groot is de snelheid die we hier zien tussen A en B? Nou, na 20 seconden 100 meter, dat betekent 5 meter per seconde. Een eenparige snelheid. Hier blijft de afstand gelijk, staat hij stil. En hier zie je dat de lijn steiler omhoog loopt. Hij legt in 20 seconden tijd, legt hij af 200 meter. Dat betekent 10 meter per seconde, 200 gedeeld door 20. En hoeveel tijd passeren ze elkaar? We hebben 40 meter ertussen. En een verschilsnelheid van 4,5 en 1,5 en naar elkaar toe is dat 6 meter per seconde, zeg maar. Dan kun je zeggen T is S gedeeld door V. 40 meter. En dan delen door 6, 6,77 seconden. Dus je kunt vergelijken dat ze naar elkaar toe gaan. En dan gaat het in totaal sneller voordat die afstand is afgelegd. Vandaar dat ik ze optel. Die 1,5 plus 4,5. Hoeveel meter heeft Floor dan gelopen? Nou, Floor loopt met 1,5 meter per seconde. En dat doet hij 6,77 seconden lang. En dan legt hij 10 meter af. De hardste service is 263 km per uur. Deel hem door 3,6 en je hebt de meters per seconde. Als de gemiddelde snelheid van die hardste service nou 220 km per uur was, en je staat op 25 meter afstand, hoeveel tijd heb je dan om te reageren? De afstand is bekend. De snelheid deel je door 3,6. En dan is TS gedeeld door V gemiddeld. 25 meter gedeeld door je gemiddelde snelheid. 0,41 seconden. Dan heb je te weinig tijd om überhaupt te kunnen reageren. De afstand bij de rode lijn. We zien hier een auto aankomen die ziet het gevaar. En vervolgens begint hier de rem in te drukken, dus het rode stuk is de remweg. En het gele en de gele en de rode afstand samen. Dit is je reactieafstand en dit is de remweg. Dat is dus je stopafstand.
Nou, hoe groot is de reactieafstand als hij 72 km per uur reed en een reactietijd van 1 seconde had? Dus hij komt aanrijden met 72 km per uur. En na 1 seconde gaat hij pas de rem indrukken. En hoeveel heeft hij dan afgelegd voordat hij ging remmen? Wat is zijn reactieafstand? Nou, dan kun je gewoon S is V keer T doen. Hij reed met een constante snelheid, mag je vanuit gaan. Je deelt hem door 3,6. 20 meter per seconde keer 1 seconde is 20 meter. De remweg bij 36 km per uur is 8 meter. Als je twee keer zo hard rijdt, wordt je remweg 2 in het kwadraat, 4 keer groter. En dat is 4 keer 8, 32 meter. Als je rijdt twee keer zo hard, dan wordt de remweg het kwadraat daarvan 4 keer zo groot. Rij je 3 keer zo hard, wordt die 9 keer zo lang. Nou, de stopafstand is de reactieafstand. Heb je net uitgerekend, 20 plus 32. Die hebben we hier bepaald. 52 meter. Einde toets.